Thijs, kun je duiden wat hier vandaag gebeurd is? Nee, ze kon naar de wedstrijd nog niet. Nee. De verdediging was wat anders dan normaal gesproken. Merkt je dat in het centrum? Nou ja, merken. Kijk, natuurlijk, ik heb eerst toen zelfs heel vaak met Daley gespeeld. En ja, het is natuurlijk als je vaak met elkaar speelt, dan begin je elkaar meer te begrijpen. Ik speel nu voor de tweede keer met Magellan. Tegen Heerenveen ging dat denk ik goed. En vandaag ging dat misschien minder, maar dat heeft niks met Lisandro te maken. Denk ik. Jullie maken twee doelpunten, dat is in principe prima aan de Kuip, maar 6 tegendoelpunten. Afgelopen weekend ook al 4 tegendoelpunten tegen Heerenveen. Dat zijn er 10 in het totaal in 2 wedstrijden. Hoe kan dat opeens? Ja, als ik het antwoord is, dan ja, dat was mooi geweest. Maar ja, ik vind het moeilijk om dat aan te geven. Ik denk dat wij zoals verdediging de verantwoordelijkheid op moeten nemen. Dat we die goals te makkelijk tegenkrijgen, dat doen we ook. Natuurlijk, je verdedigt wel als een team en ja, ik denk dat vandaag ook aan schort. Ja, tot slot, je had zelf niet zo heel veel balverlies, maar je 3 kompanen hadden wel veel balverlies. Met 75% paaszuiverheid. Is dat even wat te maken met die druk die Feyenoord zet? Of stond het bij jullie achterin gewoon niet goed? Ik denk dat het vandaag heeft niet aan de paaszuiverheid gelegen. Ik denk dat het vandaag puur aan de duels, aan het meelopen. Ik denk dat het belangrijkste is wat vandaag misging en wat heel erg misging, denk ik. En ja, daardoor verlies je met 6-2. Wat doet dit met het vertrouwen, met het zicht ook op de beker tegen Feyenoord en straks de wedstrijden tegen Real? Ja, natuurlijk krijg je een deuk. Dat is logisch als je 6-2 verliest. En ja, dat voelen wij. We schamen ons ook kapot. En we moeten zo snel mogelijk weer terugkomen in de flow die we voor de winterstop hadden. Want anders gaat het niet goed komen.